Goedenavond en welkom bij de 7e aflevering van Het Verleden van Groningen. Hier aan de Vismarkt komen aan het eind van de 19e eeuw de eerste warenhuizen, modewinkels en andere zaken waar luxe goederen kunnen worden gekocht. Voor ons de normaalste zaak van de wereld, maar voor de Groningers in die tijd volkomen nieuw. En dat hun kinderen en kleinkinderen later over nog veel meer luxe zouden kunnen beschikken, had niemand kunnen vermoeden. Maar mensen krijgen niet alleen meer spullen, hun wereld wordt ook steeds groter. Of kleiner, het is maar hoe je het bekijkt. Door middel van telegraaf en telefoon kunnen ze snel berichten doorsturen over grote afstanden. En ook zelf kunnen ze steeds grotere afstanden afleggen. Met de trein of bijvoorbeeld met de fiets. De 20e eeuw is de eeuw van de massaproductie. Werden voor die tijd goederen nog één voor één en op bestelling gemaakt? De industrialisatie maakt massaproductie mogelijk. En door die massaproductie dalen de prijzen en stijgt de verkoop. Een voorbeeld daarvan is deze vongersfiets. En de voorgevel van de fabriek staat nog steeds aan de Herenweg in Groningen. De smid Albert Vongers begint in 1884 in zijn smederij aan het Nieuwe Kerkhof in de stad met de bouw van fietsen, met de hand en op bestelling. De fiets is dan nog een speeltje voor de rijken. Want zo'n handgemaakt rijwiel kost al snel 200 gulden, ruim het jaarsalaris van een arbeider. Maar de prijs zakt snel als Vongers naast zijn smederij een kleine fabriek begint. Een aantal jaren later bouwt hij aan de Herenweg in de stad een groot complex waar fietsen aan de lopende band worden gemaakt. Vongersfietsen zijn in vergelijking met andere duur, maar het zijn kwaliteitsproducten. Toch daalt ook de prijs van een echte Vongers steeds verder. In de jaren 30 kun je al een fiets kopen voor 39 gulden. Die fiets is een massaproduct geworden en Vongers is slechts één van de vele fietsenfabrieken in Groningen. En in de jaren 30 kan daardoor bijna iedere Groninger zich een fiets veroorloven. Hoe gek het misschien ook klinkt, de industrialisatie brengt ook vrije tijd met zich mee. In het eerste begin misschien niet. Want door de uitvinding van de elektriciteit worden fabrieken verlicht en moeten arbeiders dag en nacht doorwerken. De ellende en misbruik die dat met zich meebrengt, leidt tot de oprichting van vakbonden met als eisen een 8-urige werkdag, later een vrije zaterdag en doorbetaalde vakantie. Zo ontstaat vrije tijd met al zijn gevolgen voor de samenleving. Vrije tijd en een goedkoop vervoermiddel, de fiets. Dat zijn twee factoren die leiden tot verdere veranderingen in de samenleving. Bijvoorbeeld de opkomst van het sporten, zoals het voetballen. Voor een voetbalcompetitie heb je twee dingen nodig. Vrije tijd om te trainen en te spelen en een goedkoop vervoermiddel om je naar de omliggende dorpen te begeven om daar wedstrijden te spelen. De fiets maakt dat mogelijk. Ook andere sporten raakten in zwang als massasport, zoals zwemmen, atletiek en turnen. De elite had haar eigen sporten, zoals tennis, hockey en roeien. Voor sporten heb je ook ruimte nodig. In dorpen wordt een weiland omgezet in een voetbalveld en in de steden worden openbare parken aangelegd, zoals in Groningen het Stadspark, dat volop mogelijkheden biedt tot ontspanning, recreatie en sporten. In 1901 neemt de regering een wet aan waarin de huisvesting en krotopruiming geregeld wordt, want de woonomstandigheden van arbeiders zijn erg slecht. In de stad ontstaat rondom enkele kleine boerderijwoningen de Oosterparkwijk. Tuindorpen, zo worden dit soort wijken genoemd. Arbeiders moeten in een groene en frisse omgeving kunnen wonen. De huizenbouw verraadt enerzijds de nog wel haast ambachtelijke manier van bouwen. Maar anderzijds laten ze de tijdgeest van massabouw zien. Want de huizen zijn van binnen en van buiten in elke straat vrijwel hetzelfde. Door de opkomst van het openbaar vervoer en de fiets
wordt het mogelijk om verder van het werk te wonen. Dat klinkt heel normaal voor ons, maar eeuwenlang konden mensen niet verder dan op loopafstand van hun werk wonen. Veel landarbeiders zijn daardoor in staat in fabrieken in de stedelijke centra zoals Groningen, Winschoten, Veendam en Hoogezand te werken. De transportrevolutie verandert de wereld en Groningen levert zijn eigen bescheiden bijdrage aan die revolutie, de Groninger Coaster. De Coaster of Kustvaarder is een klein zeevaardig schip dat een aantal eigenschappen van andere vrachtschepen combineert. Het schip is sterk en zeewaardig genoeg om de Noord- en Oostzee te bevaren en klein en laag genoeg om de havens in het binnenland aan te doen. Zo kan een coaster hout halen bij een kleine haven in Zweden en dat lossen in de Oosterhaven van de stad Groningen, zo'n 50 kilometer landinwaarts. Zo is vervoer van deur tot deur mogelijk en dat geeft de Groningers de mogelijkheid om een flink stuk van de vervoersmarkt te veroveren. En dat doen ze massaal. Bijzonder is ook dat de meeste schepen eigendom zijn van de kapitein, die er vaak samen met vrouw en kinderen op vaart. Slechts een minderheid van de schepen is eigendom van een rederij. Honderden Groninger coasters worden er in de jaren 20 tot 60 gebouwd op de werven langs het Winschoterdiep. Van die eerste generatie coasters zijn nog maar een handjevol schepen over, waaronder deze, de Anda. Op donderdag 24 oktober 1929 crasht de aandelenhandel op Wall Street. Het is het startschot voor een wereldwijde economische crisis van ongekende omvang. Fabrieken vallen stil en arbeiders komen op straat te staan. Nederland krijgt last van de crisis omdat onze voornaamste handelspartners Duitsland en Engeland zwaar getroffen worden door de recessie. In Groningen herstelt de economie zich minder snel dan in het Westen. Veel werklozen worden ingezet bij werkverschaffingsprojecten, zoals hier in de Lindhorst-Homanpolder. Pas in 1939 is er weer sprake van enig optimisme. De Duitse economie draait op volle toeren en de grensstreken profiteren daarvan. Het moderne leven verovert Groningen en daarbinnen ontwikkelen Groningers een eigen stijl. Een van de meest opvallende daarvan is het werk van de kunstkring De Ploeg. Pictura op het Martini-Kerkhof in Groningen is een van de oudste kunstlievende genootschappen in Nederland. Het werd opgericht in 1832 en nog steeds worden hier tentoonstellingen van Groninger kunstenaars georganiseerd. Maar Pictura organiseerde ook tentoonstellingen in het grotere Groninger Museum, zoals in 1918. Na afloop richtte een aantal jonge kunstenaars een kunstkring op die zij De Ploeg noemden. Een naam bedacht door de schilder Jan Alting. Hij wilde de Groninger kunst gaan ontginnen en dacht daarbij aan het omwoelen van de aarde. Vandaar de naam De Ploeg. Johan Dijkstra, Jan Alting, George Martens en Jan Wiegers behoren tot de leden van het eerste uur. Wiegers keert in 1921 terug van een verblijf in een sanatorium in het Zwitserse Davos. Daar heeft hij de Duitse expressionistische schilder Ernst Ludwig Kirchner leren kennen. Wiegers bewondert de stijl van Kirchner en hij neemt zijn enthousiasme daarover mee terug naar Groningen. Typerend voor de onderwerpen van die ploegschilders zijn allereerst de talrijke portretten die men maakt. Daarnaast neemt het Groningse landschap een prominente plaats in. Er wordt veel geschilderd in de open lucht. Blauwborgje, een boerderij aan het Reitdiep, iets ten noorden van de stad Groningen, is een geliefde plek voor onderlinge discussies, portret- en landschapsstudies. Maar ook andere stromingen binnen de schilderkunst, zoals het constructivisme en het expressief impressionisme, vinden volgelingen binnen De Ploeg. De kunstenaars van De Ploeg hebben veel meer in de stad achtergelaten dan alleen maar schilderijen in het museum. Als je door de stad loopt, zie je gebouwen en huizen die zijn ontworpen door architecten van De Ploeg. Zoals bijvoorbeeld dit huis van de architect Evert van Lingen in de W.A. Scholtenstraat. Ook de beeldhouwer Willem Valk hoorde bij De Ploeg. Zijn werk komen we overal in de stad tegen, zoals hier op de Kijkend Jatbrug. Thank you.
En Johan Dijkstra was niet alleen actief als schilder, hij ontwierp ook deze glas- en loodramen in het academiegebouw van de universiteit. Elk jaar herdenken we de Tweede Wereldoorlog. We gedenken onze doden en vieren de bevrijding. De herinneringen vervagen, maar we blijven een ongemakkelijk gevoel houden. Heel veel Nederlanders waren misschien wel wat minder heldhaftig dan ze zelf dachten. En we blijven zoeken naar verklaringen hoe de Holocaust vlak onder onze ogen kon plaatsvinden. Voor de meeste mensen gaat het leven in de bezettingstijd in Groningen gewoon door. Maar anderen maken verschrikkelijke dingen mee. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. In Groningen ondervinden ze nauwelijks tegenstand. Het Nederlandse leger was niet opgewassen tegen de overmacht van de Weermacht. In de stad melden bezetters zich op het provinciehuis, waar de commissaris van de koningin Lindhorst Homan hun elke medewerking weigert. Ruim een jaar later wordt hij vervangen door een NSB'er. En daar waar de bezetter het nodig acht, wordt het bestuur genazificeerd, aangepast aan de Duitse wetten en regels. Aanvankelijk lijkt de bezetting weinig te veranderen aan het dagelijks leven. De meeste mensen gaan 's ochtends gewoon naar hun werk. Maar in de loop der jaren ervaren de Groningers steeds meer ongemakken van de oorlog. Veel goederen zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar of zijn op de bon. Koffie en thee zijn slechts als surrogaat in de handel. Tabak is schaars, elektriciteit is niet altijd voorhanden. En benzine voor auto's is er nauwelijks. Maar echt gebrek aan voedsel is er niet. Op het Groningse platteland heeft elke boer wel zijn geheime voorraad die via de zwarte handel in omloop komt. Naarmate de oorlog vordert, blijken de nazi's het gemunt te hebben op een aantal bevolkingsgroepen. Zigeuners, homoseksuelen en bovenal de Joden. Vanuit het Scholtenhuis aan de Grote Markt organiseren zij de deportatie van de Groningse Joden naar de vernietigingskampen in het oosten. In de jaren 30 was de Volkingenstraat het bruisende hart van de Joodse buurt. Hier en in de straatjes en steegjes rondom, zoals de Torenstraat en de Nieuwstad, hadden zij hun winkels. De Joodse gemeenschap zelf vormt geen eenheid en van één Joodse identiteit is geen sprake. De ene is streng gelovig, de ander voelt al lang geen band meer met zijn Joodse afkomst. Als Duitse troepen Nederland bezet hebben en de nazi's het bestuur overnemen, maakt dat verschil ook niets meer uit. Al snel wordt elke Jood gedwongen een gele ster te dragen om hem te onderscheiden van de rest van de bevolking. De Joodse arts Isidor van der Hal tekent na de bezetting een aantal van zijn herinneringen op in dit boekje, Het Mesje. Op 1 mei 1941 nemen de Duitsers weer een anti-Joodse maatregel. Joodse artsen, zoals Van der Hal, mogen alleen nog maar Joodse patiënten behandelen. Het is een van de vele maatregelen van de bezetter om het Joodse deel van de bevolking te isoleren van de rest. Veel Joden verliezen hun werk. In de loop van 1942 horen 800 Joodse mannen dat zij te werk gesteld zullen worden in kampen. De Joodse artsen in Groningen weigeren deze mannen te keuren. NSB-artsen nemen hun plaats in. En Van der Hal schrijft: goedgekeurd werden artsen, doktoren, leraren, geestelijken, invaliden, suikerzieken, hartzieken, imbecielen, patiënten met astma en patiënten met kunstledematen. Slechts 3 worden afgekeurd. Ook Van der Hal moet zich melden. Hij wordt samen met de andere Groningers naar Balderhaar gestuurd. En 7 weken later wordt hij overgeplaatst naar hier, het kamp Sellingerbeetse. In dit kamp zit een grote groep Amsterdamse Joden gevangen. Net als in Balderhaar is Van der Hal hier verpleger.
Overdag werken de geïnterneerden op de aardappelvelden of zijn ze bezig bij de barakken. Af en toe mag Van der Hal gevangenen begeleiden naar het ziekenhuis in Groningen. Van die gelegenheid maakt hij gebruik om stiekem zijn vrouw te bezoeken in hun woonhuis aan de verlengde Oosterstraat 10. Tijdens een van die bezoeken wordt hun dochter geboren. Het ontgaat de Nederlandse bevolking natuurlijk niet dat de Joodse medeburgers langzaam uit het straatbeeld verdwijnen. Maar velen zijn druk bezig met hun eigen problemen. Bestuurders, wethouders en burgemeesters worstelen met de vraag of ze moeten aanblijven en met de bezetter mee moeten werken of moeten weigeren en dan vervangen worden door een NSB'er. Sommige mensen duiken onder, maar velen zien geen andere oplossing dan met de bezetter mee te werken. Via de pers verneemt men niet wat er met de Joden gebeurt, want de censuur is streng. Niet iedereen beseft daardoor welk drama zich voltrekt. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 wordt het kamp bij Sellingebeetse leeggehaald en de Joodse arbeiders naar Westerbork afgevoerd. Van der Hal vlucht. Via de achterkant van het kamp en dwars door de weilanden komt hij in het dorp Sellingen. Met de tram gaat hij verder naar Winschoten. Hij slaagt erin de trein naar Groningen te nemen en welwillende marechaussees waarschuwen hem dat de perrons in Groningen vol staan met Joden die worden afgevoerd. Vlak voordat hij Groningen bereikt, springt Van der Hal uit de rijdende trein. Uiteindelijk bereikt hij zijn woning. En Van der Hal en vrouw besluiten hun pasgeboren dochtertje te laten onderduiken. Dat was voor ons het ergste moment uit de hele oorlog. Ik kan de gevoelens niet beschrijven. Als ik eraan terugdenk, weet ik nog dat ik hoopte dat er een God bestond. Alles wat ik zag en meemaakte in de concentratiekampen valt in het niet bij dit moment van ellende, wanhoop en verslagenheid. Van der Hal komt uiteindelijk in de Duitse vernietigingskampen, waaronder Auschwitz, terecht. Zijn vrouw weet via allerlei omwegen het veilige Zweden te bereiken. In augustus 1943 is vrijwel de hele Joodse bevolking uit Groningen afgevoerd. Nog datzelfde jaar wordt de synagoge gesloten. Slechts een enkeling is erin geslaagd onder te duiken. Mensen helpen onder te duiken is een van de belangrijkste activiteiten van het verzet. Op het Groninger platteland zijn veel onderduikadressen te vinden. Er is voldoende voedsel, de boerderijen zijn groot genoeg om iemand te verstoppen en de vijand ziet men over het algemeen al van verre aankomen. Overdag kunnen de onderduikers daardoor meewerken op het land. Een aantal malen helpt het verzet mee aan het organiseren van stakingen. Zo wordt in 1941 vooral door het communistisch verzet in het Oldambt geprotesteerd tegen de Jodenvervolging. En in april, mei 1943 komt heel Nederland in staking tegen de maatregel om de Nederlandse militairen weer vast te zetten. In Groningen breidt deze staking, die op het postkantoor begint, zich als een olievlek over de hele provincie uit. Maar de represailles zijn spijkerhard. Vrachtwagens vol met arrestanten rijden voor bij het hoofdkwartier van de SD, het Scholtenhuis aan de Grote Markt. Maar liefst 32 stakers worden gefusilleerd. Meer dan waar dan ook in Nederland. De SD Groningen staat bekend als de meest fanatieke in Nederland. Die hebben het recht dat Duitse hoofd en weer met stuit de hoofd eraan te durven. Als de opmars van de geallieerden in 1944 tijdelijk tot staan wordt gebracht bij Arnhem, vluchten vele SD'ers uit andere delen van het land naar Groningen. In die laatste maanden krijgt het verzet het nog eens extra hard te verduren. Op 13 april 1945 verschijnen de eerste Canadese troepen voor de stad Groningen. Inmiddels hebben zich dan zo'n 7000 Duitsers verschanst rond de Grote Markt. Net als Delfzijl is het een van de laatste bolwerken van de bezetter. Dat verklaart waarom zij het zo fanatiek verdedigen. De geallieerden moeten zwaar geschut inzetten om de binnenstad te bevrijden. Veel historische gebouwen gaan daardoor in vlammen op. Op 16 april zijn de Duitsers verdreven en in de dagen daarna wordt ook de rest van de provincie bevrijd. De bevrijding wordt uitbundig gevierd. Her en der worden vreugdevuren aangestoken. Op sommige plaatsen wordt zelfs geplunderd.
en moffenmeiden worden kaalgeschoren. De autoriteiten hebben weinig greep op de soms wat al te uitzinnige bevolking. En de opluchting na de capitulatie van de Duitsers op 5 mei zoekt nog lang een uitweg. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om opnieuw te feesten. De verjaardag van prins Bernhard, Bommen Berend en Koninginnedag. Terug naar Van der Hal. Uiteindelijk belandt hij in Auschwitz, maar dat weet hij gelukkig te overleven. En hij is niet de enige. Want ook zijn vrouw en zijn dochtertje dat in een pleeggezin is ondergebracht, overleven de Tweede Wereldoorlog. Maar daarmee is het gezin Van der Hal wel een uitzondering. Want slechts een handjevol Groninger Joden weet de Tweede Wereldoorlog te overleven. En zij, die terugkomen, voelen zich niet altijd welkom. Want in hun huis wonen andere families. Van der Hal besluit zijn herinneringen aan deze verschrikkelijke jaren met de woorden: wij begonnen een volkomen nieuw leven. Maar de schaduw van het verleden trok met ons mee. Hoe de rest van Groningen na de oorlog de draad weer oppakte en hoe het verder ging, ziet u volgende week in de laatste aflevering van Het Verleden van Groningen. Goedenavond en tot volgende week. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting J.B. Scholtenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager.